maken we bijna nooit ruzie. Ja, de meeste ruzies tussen ons duurden 2 minuutjes, niet langer of niet korter. En dan praten we er niet meer over. Hoi, ik ben Luc. Ik ben 10 jaar en mijn beste vriend is Beer. Hoi, ik ben Beer en ik ben 10 jaar en mijn beste vriend is Luc. We kennen elkaar ons hele leven. Maar we hebben een probleem. Want ik ben verhuisd en moet volgend jaar naar een andere school. Eerst wonen we alle twee hier. Maar nu is hij verhuisd naar hier. En dat is ongeveer een uur fietsen voordat ik bij Luc ben. En dit doen we elke dag. Dit is onze school. Wij komen elkaar hier elke dag tegen. Dit is ons schoolplein. Ik vind het hier heel leuk, want je kan hier lekker je eigen gang gaan en je bent hier altijd welkom, zeg maar. Dit is de tafeltennistafel. Hier kletsen we altijd. Meestal zijn we hier aan het wakeboarden. Dit is ons lokaal. Maar we mogen helaas niet naast elkaar zitten, anders krijgen we het te leuk. En hier woon ik. En dit is mijn kamer. En hier spelen we soms. Hier woon ik. Dit is Grumpy. En dit is Snuffy. En Grumpy kan heel goed boksen. Dit is mijn kamer. Hier spelen we soms. We hebben elkaar leren kennen door baby zwemmen. Toen kwamen onze moeders elkaar tegen. En sinds toen zijn we hele dikke vrienden geworden. Ja. En dan kwamen we erachter dat we heel verschillend waren, maar toch heel leuk met elkaar konden spelen. Ja. Beer kan dat goed en ik kan dat goed. En dan kunnen we elkaar hetzelfde leren. Wat ik goed kan, leer ik aan Luc. En wat Luc goed kan, leert hij aan mij. Ja. Luc kan heel goed rekenen en goed op school nadenken en zo. Maar ik en kan hij is heel creatief. Het is heel bijzonder dat we samen kunnen vrienden zijn, want we zijn heel verschillend. Ja. Maar er zijn ook heel veel dingen die we samen leuk vinden. Ja. We zijn alle twee voor AZ en we voetballen samen. En we gaan samen vaak hierheen. Het is gewoon een hele goede vriendschap tussen ons. Ja. Dus dan kan eigenlijk er niemand tussen komen. We spelen elke dag samen, zowat. Hallo, met Beer. Hey Beer, met Luc. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik was even een boekje aan het lezen. Wil je met me spelen? Ja, leuk. Hoe laat zal ik komen? Vraag anders even aan je moeder. Mam, wanneer mag ik spelen met Luc? Ja, zo. Kom nu maar. Oké. Tot zo. Doei. Oké, Luc. Deze boodschap is voor jou. Luc, ik vind je heel aardig en je karakter is heel zachtaardig. Je kan echt heel goed met gevoelens omgaan, vind ik. Want je bent altijd gezellig en lief voor me als ik het moeilijk vind op school of zo. En dat vind ik heel fijn van je. Hoi Beer, dit is een boodschap voor jou. Ik ben blij dat jij mijn vriend bent, omdat we samen heel goed kunnen spelen. Ik vind het fijn om bij jou te zijn. Ik vind het leuk aan jouw karakter dat je lekker wild bent en we kunnen samen lekker stoeien. En lekker in de bosjes kruipen. En hutten bouwen. Ik durf meer omdat ik bij jou ben. Door jou ben ik ook wat wilder geworden en dat vind ik wel leuk. Zo van de vitamintjes. Maar we vinden pizza het allerlekkerste wat er is. Hij is heet. Ik speel djembe. En ik zit op gitaarles. En later willen we samen optreden.
Ik ben net verhuisd en dat was een hele grote schok voor ons allebei. Want ja, het is toch een heel grote verandering. Ja, als we wat rots meemaken, dan steunen we elkaar altijd wel erg. Omdat we beste vrienden zijn. Ja, want mijn ouders zijn gescheiden en toen heeft Luc me heel erg gesteund. Andere vrienden die hebben hem niet echt gesteund. Nee, want die zeiden, ach, laat Peer maar zitten. Want die begrepen het niet. Nee. Ze konden er niks aan doen, maar ze begrepen het niet. Ik hielp Luc ook, want zijn poes is doodgegaan. En toen heb ik hem heel erg gesteund. Want dat vond hij helemaal niet leuk. Want die poes hadden ze al heel lang, zeg maar. Mijn hele leven. Ja. Beer is anders dan andere vrienden en vriendinnen. Want met hem kan ik echt samen goed omgaan, weet je wel. En dat voelt fijn. Je bent vet. Ik speel ook vaak met meisjes. Hoi, ik ben Arnewijn. Ik speel vaak met grote jongens. Maar het allerliefst spelen we samen. Ik kan goed leren. Ik vind leren saai, maar in creativiteit ben ik heel goed. Dus samen kunnen we bijna alles. Lekker met z'n twee in de duinen. Als we niet samen zijn, dan, ja, dan missen we elkaar heel erg. Want we zien elkaar elke dag. En op zaterdag en zondag gaan we altijd naar elkaar toe. Ja, want we zijn elkaar gewoon gewend om bij elkaar te zijn. Ja. En als we dat niet zijn, dan vermaken we ons wel, maar niet zo erg als we bij elkaar zijn. Als ik je nooit meer zou zien, dan zou ik het wel heel jammer vinden. Dan zou ik wel een beetje verdrietig zijn. Ik ben niet echt bang dat het fout zou gaan, want als jij op een andere school zit, dan kunnen we elkaar evengoed nog bellen. Dus we blijven echt voor altijd samen, denk ik. Als we op een andere school gaan, het maakt niet uit. Wij blijven altijd bij elkaar. En dat vind ik heel fijn, want als we ook bejaard zijn, dan denk ik dat we nog steeds hele goede vrienden zullen zijn. Want de band tussen ons, die kan niet kapot gaan. Als ik je nooit meer zou zien, dan zou ik heel verdrietig worden en dan zou ik ook niet kunnen leven meer. Want zonder jou is de wereld voor mij bijna helemaal niks. Samen ruzie hebben, dan staan we echt 2 seconden zijn we boos op elkaar en dan komen we al meteen terug. Ja, het spijt me echt dat ik dat zei. Ik meen het echt helemaal niet. En dan liggen we ook alweer in een deuk. Hoi, ik ben Maura. Ik ben 12 jaar en mijn beste vriendin is Ilja. Ik ben Ilja. Ik ben 11 jaar en mijn beste vriendin is Maura. En we kennen elkaar al 7 jaar. Maar wij hebben een probleem. Ik ga volgend jaar naar de middelbare school. En ik blijf zitten. Dan gaan we elkaar een stuk minder zien. En dat vinden we niet leuk. Stel je voor, dit is onze basisschool. Dan is mijn middelbare school helemaal hier. Dat is super ver weg. En dit doen we elke dag. Dit is ons schoolplein. Hier komen we elkaar voor school altijd tegen. En na school. Hier voetballen we altijd. Dat is ons lokaal. Je kunt er niet naar binnen kijken, want het is veel te hoog. Dus je hebt een ladder nodig. Hier kletsen we altijd. En hier woon ik. Dit is mijn slaapkamer. En hier spelen we vaak. En dit is mijn huis. Dit is mijn kamer. En hier spelen we en logeren we vaak. We hebben elkaar leren kennen toen mijn broertje werd geboren. Toen kwam haar moeder
even gefeliciteerd zeggen. En zo hebben onze moeders elkaar leren kennen en wij elkaar ook. In groep 3 gingen we elkaar pas echt heel goed leren kennen, want toen kwamen we bij elkaar in de klas. En toen werden we ook wel hard vrienden. Ik vond het wel heel leuk dat we elkaar beter leren kennen, want ik had nog niet echt een vriendin in groep 3. En zij was toch wel een meisje die uit de andere meisjes uitstak. Eigenlijk zijn we ook wel heel verschillend, maar we kunnen elkaar eigenlijk heel goed aanvullen. Zij is meer met haar hoofd bezig en ik meer met de handen. En samen zijn we dan echt een teamwork. We hebben heel veel lol. Ik zie Maura elke dag op school, tijdens gymles, na schooltijd en soms ook in het weekend. Als we niks te doen hebben allebei, spreken we gewoon of op huis of zo. Gaan we een beetje chatten of iets, of dan stuur ik een sms'je. Hoi Maura, dit is een boodschap voor jou. Jij bent een heel apart meisje in de klas, omdat je een, je hebt je haar geverfd en je had groene plukjes in je haar. En iedereen vond het een beetje raar. Maar ik vond het juist heel leuk bij je staan. Ik vind het ook heel bijzonder dat jij dat gewoon durft. Bij jou voel ik me heel veilig en heel vertrouwbaar als ik iets vertel. Want je hebt nog nooit een van mijn geheimen doorverteld of zo. Hoi Ilja, dit is een videoboodschap voor jou van mij. Als ik bij jou ben, dus gewoon bij je speel of zo, dan heb ik altijd heel veel lol. En dan, en dan voel ik me op de een of andere manier thuis, terwijl ik dat niet ben. En dat vind ik altijd heel grappig. Dan, het is gewoon zoiets van alsof je een soort huis voor me bent, maar dan als echt een levend persoon. Ik kan supergoed knutselen. En ik heb 2 linkerhanden. Maar dat kan ons helemaal niet schelen. Ik durf er anders uit te zien dan andere kinderen. En ik durf alles te zeggen wat ik denk. Ik vind je lippenstift eigenlijk niet zo mooi. Maar er is 1 ding dat we allebei durven. En dat is kattenkwaad uithalen. Toen Ilja zei van ik blijf zitten. Toen kreeg ik ook al echt die sponsjes achter mijn ogen. Die werden echt al helemaal gevuld. Omdat het is toch wel je beste vriendin. En die blijf je dan toch, die moet je dan toch achterlaten. Ik vind het ook heel erg, want we hadden plannetjes gemaakt om boeken te kaften. En elkaar te helpen met huiswerk en zo. Iets wat jij helemaal nieuw doet, dat wil ik eigenlijk gewoon veel liever samen met een beste vriendin doen. Zoals Ilja. Dan echt helemaal alleen. Van Ilja leer ik allemaal dingen maken en zo. En als je dan gewoon een vriendin hebt die precies hetzelfde kan en doet als jij, dan leer je er niks van. En dan denk je ook van, dat is eigenlijk gewoon een soort kopie van mezelf. Bij mij is het belangrijk dat je dingen van elkaar weet. En dat je bij elkaar dingen kunt vertellen aan elkaar. En een beetje kunt aanvullen. Ik ben Gothic. Ik hou van kleding met vrolijke kleurtjes. Maar toch vinden we het hartstikke leuk om samen te shoppen. Ik speel saxofoon. Ik ben niet zo muzikaal. Maar we vinden het hartstikke leuk om samen popstars naar te doen. We maken er meestal altijd grapjes over,
Of we denken aan de positieve dingen. Ik mag dan nog een keer op kamp en nog een keer de musical doen. Weet je, dat je niet echt de hele tijd erom sip hoeft te zijn. Dat je gewoon ook een beetje de positieve kant bekijkt. Want ik denk wel dat het heel vervelend is om te blijven zitten, maar dat ook wel een leuke kant is. Ik denk eigenlijk dat het ook wel een hele rottige tijd voor ons gaat worden. Omdat we ook elkaar minder gaan zien en zo. En ja, dat we toch wel wat minder lol met elkaar kunnen maken. Ook omdat ik dan weer huiswerk heb. Maar ik denk wel dat we gewoon heel veel gaan proberen in ieder geval af te spreken. En ja, gewoon leuke dingen met elkaar blijven doen. Ik hoop dat je goede voldoendes haalt en dat het goed gaat op school. Op de middelbare school. Ik denk niet dat we nog heel veel elkaar kunnen zien, maar ik denk wel dat we nog vrienden blijven. Ik zou je heel erg missen, Mara. Wat gewoon zou kunnen gebeuren is dat er een ruzie ontstaat. Het zou ook heel erg zijn als er bijvoorbeeld iemand tussen zou komen die ons uit elkaar haalt of zo. Ik hoop niet dat dat zou gebeuren. Dus. Hey, ik ben Daan. Ik ben 11 en dit is mijn beste vriend Berkan. Hey, ik ben Berkan. Ik ben ook 11 en dit is mijn beste vriend Daan. We zijn al 8 jaar vrienden en we zien elkaar elke dag. Maar we hebben een probleem. We gaan allebei volgend jaar naar een andere middelbare school. Ik ga naar Gorinchem. En ik ga naar Culemborg. Dit is Leerdam, hier wonen we allebei, maar ik ga hier naartoe. Ik ga helemaal naar Gorinchem en dat is de andere kant op. En dat vinden we stom. En dit doen we elke dag. Nou, dit is onze school. En hier komen we elkaar soms altijd tegen. We spelen heel vaak verstoppertje op het schoolplein. En dit is de buurtpaal. Dit is ons lokaal. Ja, en we zitten niet naast elkaar, maar het is altijd heel gezellig in de klas. Dit kunstwerk hebben wij gemaakt in groep 7. Dit is een beetje onze hangplek en hier zitten we meestal. We hangen best wel vaak tegen het muurtje aan en dan gaan we een beetje kletsen. Ja. Dit is mijn huis. Dit is mijn kamer. En hier spelen we ook wel eens. Dit is mijn oude tv en die kijken we meestal naar. En ik woon hier. En we hebben hier altijd wel wat lekkers te eten. Dit is mijn kamer. En wij spelen meestal buiten, omdat hier veel meer kinderen zijn. Het was eind groep 1 ongeveer. En rond kerstfeest kwam Berkan bij ons op school, want die zat eerst op een islamitische school, dacht ik. En ik was eerst een beetje verlegen, maar toen zag ik dat het best wel meeviel omdat Daan er was. En die stond ook wel klaar voor mij. Gewoon met open armen. Gelijk zeggen van, hé, Berkan, kom met mij spelen. Ik voelde me altijd altijd een beetje veilig als ik naast Daan was. Samen leren, samen dit, samen dat. Dezelfde dingen vinden we ook meestal leuk, dus dan... Ja, dat is dan ook wel makkelijk. Dan verveel je ook niet. Op een gegeven moment ben je gewoon beste vrienden en... Kom je niet meer uit elkaar. 8 jaar lang is al een best lange tijd. En we zijn nog steeds en dat is nog het speciaal eraan. Het is een soort vorm van liefde, maar niet zo van verliefd, maar gewoon band. Een goede band. Een hele sterke band. We zien elkaar elke dag op school, tenzij we ziek zijn natuurlijk. In het weekend gaan we af en toe samen naar de stad of een uitstapje. En als dat niet zo is, dan spreken we elkaar aan de telefoon. Dan bel ik hem en zeg ik van kom even op MSN en dan kunnen we een beetje chatten. En dan doen we de cam aan, dan kunnen we elkaar alsnog zien. Hoi Berkan, Daan hier. Ik heb een boodschap voor je. Ik vind het zo leuk dat jij
wij elkaar goed begrijpen. En we lijken van binnen veel op elkaar, maar van buiten niet echt. En dat is wel, dat is heel grappig. Hey Daan, als ik bij jou ben, word ik altijd een beetje zo'n soort van alsof je thuis bent. Alleen dan weet je het niet, maar zo voelt het alsnog. En dat gevoel heb je niet bij iedereen. En bij jou wel. En dat is dus een... dat komt wel een beetje door jou. Want jij ontvangt me als een echte vriend. En daardoor krijg je dat gevoel. Computerfreak. Ik weet niet zoveel van computers af. Maar ik vind het superleuk om samen te gamen. Oh joh, bijna om me. Ik zit op drummen. En ik speel geen muziekinstrument. Maar we vinden het super lachen om samen te zingen. Baby, are you down, 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 down? Zelf wist ik al van tevoren van, ja, ik weet zeker dat Berkel naar het gymnasium gaat. En heel misschien kom ik hem nog wel eens tegen op het gymnasium als ik heel hard mijn best ga doen. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Eerst voel je je blij, want je denkt van, oh yes, ik heb zo hoog gescoord. En aan de andere kant dan denk ik zo van, oh, maar dan gaan we daar nu toch een andere weg op. Alsof je weer een stukje uit elkaar gaat. Want het is dan weer een beetje een rottig gevoel. Aan de andere kant denk je ook wel van, ja, Berkamp verdient het wel om zo hoog te scoren en zo hoog niveau te gaan doen. Daar heeft hij hard voor gewerkt en het is gewoon goed dat hij dat doet. En het is wel jammer, maar het hoort gewoon zo. Ja, een soort verdrietig en blij tegelijk. Het is wel heel raar om uit te leggen. Bij Daan eten we altijd Hollandse pot. Maar bij Berkan eten we altijd heel lekker Turks. Maar Alex vinden we om samen te snoepen. Ik woon in Leerdam Oost. Isar. En ik woon in Leerdam West. Westaar. Maar dat maakt niet uit. Want we zijn toch altijd samen. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat Daan mij opeens begint te haten of zo. Precies andersom, ik ook. Het is gewoon onafscheidelijk of zo, ja. Het is zo'n... dat kan je niet breken, ja. Dat is... Ja, het is iets wat je hebt sinds je klein bent en dan... En dan ben je gewoon beste vrienden. En... Ja, en dan blijf je dan? Ja, dan blijf je gewoon. Ik hoop dat je het goed krijgt op je school. Ik hoop ook voor je dat je toekomst er goed uitziet. Maar ik hoop dat ook zeker dat we voor altijd de beste vrienden blijven. En elkaar vaak gaan opzoeken. We blijven gewoon best friends forever. En altijd best G-matties. En gewoon zoals wij het noemen. Homemade forever. Ruzie te maken, zeg maar, 0% is. Ja, dat denk ik ook. Waarover zou ik dan ruzie met haar moeten maken? Er is echt geen reden voor.
Hallo, ik ben Noël en ik ben net 13. Mijn beste vriendin is Isa. Hallo, ik ben Isa, ik ben 12 jaar en Noël is mijn beste vriendin. En we kennen elkaar ons hele leven. Maar we gaan allebei naar een andere middelbare school. En dan denken we dat onze vriendschap voorbij is. Dat vinden we best wel jammer. Dit is Amuiden. Hier woon ik en ik ga volgend jaar naar de middelbare school. En de middelbare school is hier. Maar mijn nieuwe school ligt hier in Haarlem. Dat is wel een uur fietsen. En dit doen we elke dag. Dit is onze school. Hier zien we elkaar elke dag. Dit is ons schoolplein. Geef toe, het is wel een beetje kaal. En je vergeet zij. Dit is ons lokaal. En we zitten naast elkaar. Dit is de twister. Heel ingewikkeld. Noël, ze zat op mij. Meestal zijn we aan het voetballen. Ik ben meestal de keeper. En ik schiet de ballen. En soms ben ik de keeper. En schiet ik de ballen. En dit is mijn huis. Dit is mijn kamer. En hier spelen we altijd. En dit is mijn huis. En dit is mijn kamer. Eigenlijk spelen we hier bijna nooit. Maar dag, nou en. Maakt het uit. Mijn eerste herinnering aan Noël is dat zij mij een klap gaf. We waren bij de speeltuin. En ik zat samen met mijn broer op de schommel. En ik wou ook zo graag... Het was op de wip. Oh, het was op de wip? Nee, de schommel. Nee, het was echt op de wip. Nou ja, de wip. Het was echt dan. Op de wip? En ik wou ook heel graag op de wip. Dus. En Noël was 3 en ik was 2. En ja, 2,5. Nee, 2, echt. En zo hebben we elkaar een beetje leren kennen, maar. Wanneer werden we eigenlijk echt meer vrienden? Groep 5? Ja. Ja, groep 5. Nee. In groep 7 of zo. 6. 7. 6. 7. 7 dan. Dus. We kennen elkaar eigenlijk al ons hele leven. Ja. We kennen elkaar ons hele leven. Ja, hallo. Hi, ik ben Noël. Oh, hallo Noël. Kan je misschien spelen straks? Nee, dan moet ik dansen. Oh. Oké, en wanneer? Morgen? Nee, dan kan ik ook niet, want dan moet ik me toetsen voor MW. Woensdag? Nee, want dan moet ik ook dansen. Oké, nou ja, dan zie ik je morgen wel weer op school. Oké, doeg. Doeg. Hoi Isa, ik laat deze boodschap voor jou achter, omdat we volgend jaar elkaar gaan verlaten. Ik vind jou helemaal geweldig, omdat jij heel eigenwijs en bij de hand bent. En je bent echt super, super, super lief. En je bent eigenlijk een soort van cadeautje voor mij. Hallo Noël, dit is een boodschap voor jou. Ik vind je heel erg aardig, leuk. Je bent heel erg energiek, omdat we niet altijd vaak tijd hebben... Denk ik, zeg maar, ook als je dan bij mij bent of ik ben bij jou, denk ik, nu ga je nergens meer heen. Want nu ben je hier en nu moet je hier echt heel lang blijven. Dan moeten we leuke dingen gaan doen. Ik ben dyslectisch. En rekenen vind ik echt super moeilijk. Maar we vinden het wel leuk om elkaar te helpen met huiswerk. Nee, lief schat. Het is met 1 A. Ik zit op Jazz Dance. Ik zit op Klassiek Ballet. Maar eigenlijk vinden we hiphop veel leuker. Wij hebben een speciale plek in het bos. Zeg maar een soort van boom waar je heel makkelijk in kan klimmen.
zeg maar zo'n klimboom, kan je dat noemen. Soms nemen we onze woordenschat, zeg maar, mee moeilijke woorden om daar soms te leren. Maar dat doen we niet al te vaak eigenlijk, want wie wil er nou buiten in je vrije tijd leren? We kletsen over natuurlijk, hè, dat we de CITO hebben gemaakt en dat we dan naar een andere school gaan, hè, en dat we elkaar dus minder gaan zien, ja. Ja. En, ja. Nog geen geniale oplossing gekomen, maar... over onze geheimen ook meestal wel. Daar praten we ook meestal altijd over. Geheimen. Ik ken haar heel goed. Ik weet wie ze verliefd is. Ik weet haar diepste geheimen. Maar dat ga ik natuurlijk niet verklappen, want het is geen geheim meer. Maar ik ken Noël wel goed, maar ik denk dat Noël mij wel beter kent. Ja, omdat ik haar vragen stel en zij beantwoordt ze. En zij stelt me geen vragen. Ja, maar... Dus dan kan ik ze ook niet beantwoorden. Ja, alhoewel ik toch wel een beetje... Hè? Ik ben op zich wel een nieuwsgierig haagje. Ik bedoel, ik durf snel wat te zeggen wat ik ergens van vind of zo. Ja, zeg maar wel. Ik hou van felle kleuren. En ik vind donkere kleuren heel leuk. Maar we vinden het hartstikke leuk om elkaar alle kleuren van de regenboog te geven. Ik ben een paardenmeisje. Ik vind paarden heel vervelend omdat ik allergisch voor ze ben en de vissen stinken. Maar in dit geval zeggen we gewoon nou en! Ja, ja, als we dan natuurlijk naar een andere school hebben we een gevoel dat onze vriendschap over is als we naar een andere school gaan. Natuurlijk is dat zo, want je gaat elkaar heel weinig zien. Het klinkt misschien een beetje rot, maar bedoel, je krijgt wel andere vrienden dan ook, hè? Dus dan vergeet je het wel een beetje. Ik accepteer gewoon dat we uit elkaar gaan. Dus ik vind andere vrienden krijgt. Dus ja, zij krijgt andere vrienden, ik krijg dan weer andere vrienden. Zo is het leven nou eenmaal, dus... Wel jammer. Jammer, maar... Ja, triest, jammer, maar het is waar. Natuurlijk hoop ik dat we elkaar nog tegen kunnen komen en zeg maar dat het heel gezellig wordt. En ik hoop natuurlijk ook dat je het heel erg naar je zin gaat krijgen op je nieuwe school. Ik vind het jammer dat je weggaat en dat we geen contact meer kunnen hebben en dat we niet meer samen kunnen spelen en dat we onze momenten dan niet meer hebben. En ik wens je veel geluk ook met je nieuwe school en zo. Meestal hebben we ruzie om iets wat nergens op slaat. Dus eigenlijk om kleine dingen waar je geen ruzie voor hoeft te hebben. Melanie en ik zijn af en toe best wel chagrijnig en dat komt daar ook vaak door. Hoi, ik ben Liana, ik ben 11 jaar en mijn beste vriendin is Melanie. Hoi, ik ben Melanie en ik ben 12 jaar en mijn beste vriendin is Liana. We zijn al 4 jaar vriendinnen en we zien elkaar elke dag. Maar we hebben een probleem. Want we gaan namelijk allebei volgend jaar naar een andere school. We gaan elkaar een stuk minder zien. En dat vinden we helemaal niet leuk. Ik woon hier in Amuiden. En ik ga hier ook naar school. En ik woon ook in Amuiden, maar ik ga hier naar school. Totaal ergens anders. En dit doen we elke dag. Dit is het schoolplein. Ja, dan moeten we elkaar altijd. Alleen Melanie is altijd te laat. Dit is de nieuwe pingpongtafel. Die hebben we sinds eergisteren. Dit is ons lokaal. We zitten ook nog naast elkaar en dat vinden we heel leuk. We hebben ook een hele grappige meester. Hier zitten we altijd. Hier praten we en kletsen we en halen we vaak geintjes met elkaar uit. Dit is de tweelingkoppel. Oh. En dit is mijn huis. En dit is mijn kamer. Hier zijn we heel vaak. En hier woon ik. En dit is mijn kamer. Hier spelen we heel soms. Dit is de kat Bompa. En dit is mijn hond Tommy.
Melanie en ik hebben elkaar leren kennen in eindgroep 5. Want ik was verhuisd. Voelde me wel verlegen in de klas. Maar toen ik naast Liana zat, toen voelde ik me ineens niet meer verlegen. Melanie moest op het begin heel erg huilen omdat ze de vriendinnen miste. Toen ze nog in Gorinchem woonde. Toen moest ze heel erg huilen en toen heb ik haar geholpen om te zorgen dat ze zich hier ook thuis voelde. Ik vond Liana ook gelijk aardig lief en zo. Ik voelde me gewoon op mijn gemak. Het voelde in één keer alsof ik iets gevonden had dat ik al jaren miste. En ja, het was gewoon heel bijzonder. Ik wil ook heel veel voor haar doen. Zolang ik wat kan doen, doe ik dat. Melanie's opa had een hartinfarct. Toen ben ik meteen naar naartoe gegaan, terwijl ik eigenlijk nog niet van huis mocht. Maar ik ben toch gegaan. Het was gewoon heel fijn dat ik tenminste iemand had die me wilde troosten. Ik voelde me wel heel fijn toen ik bij Melanie uiteindelijk was, dat ik wel iets kon doen. Het is wel een echte vriendin. We zijn bijna elke dag met elkaar, zijn we wel. En anders zijn we meestal op de computer. Op MSN bijvoorbeeld praten we of op Hives. En dan hebben we tenminste nog wel contact. Ja. En anders sms'en we elkaar ook als we belt goed hebben. Dan sms'en we ook heel veel. En bellen, dat ook. Lieve Liana, je bent mijn allerbeste vriendin. En ja, ik voel me fijn bij jou en ik kan jou ook goed vertrouwen. Je staat altijd voor me klaar. En als ik bijvoorbeeld ook word gepest, dan kom je altijd voor me op. Als ik bij je ben, voel ik me ook heel erg op mijn gemak. En als ik alleen ben of bij andere vriendinnen, heb ik dat niet. Hoi, lieve Melanie. Ik wil nog even tegen je zeggen dat je mijn beste vriendin bent. Want wat wij hebben is heel speciaal. We hebben namelijk een stalen band. Soms zit er wel een krasje in, maar toch, die halen, proberen we dan zoveel mogelijk weg te halen. Wat er ook nog bijzonder aan jou is, is dat je altijd lief bent, aardig, soms chagrijnig, maar dan word je toch op een gegeven moment wel weer vrolijk. Maar ik heb nog nooit zo iemand ontmoet zoals jij. Ik hou van meisjesdingen. Ik hou van jongensdingen. Maar we vinden het geen probleem. Om elkaar zin te doen. Ik vind het heel leuk om uit logeren te gaan. En ik heb soms heimwee. Maar we vinden het super leuk om samen te keten. We hebben best wel vaak ruzie gehad. Alleen altijd daarna ging het altijd weer over. Want dan zeiden we allebei altijd sorry. Als we ruzie hebben, dan voel ik me vaak wel alleen. Je voelt je net alsof je pijn in je maag hebt. Alsof er net een klomp in je maag zit. Een baksteen, dat doet best wel pijn. We hebben een keer, toen hadden we heel erg ruzie. Toen hebben we elkaars foto verscheurd en toen hebben we onze ketting weggegooid. Ik had een keer tegen Melanie gezegd, misschien is het beter als we elkaar even niet zien, want daardoor krijgen we ook ruzie. En als we elkaar soms even een paar dagen niet hebben gezien, gaat het daarna vaak stukken beter. Het is een soort van elkaar wel meer ruimte geven. Als zij bijvoorbeeld heel vaak met anderen omgaat en je ziet hoe leuk hun samen het hebben, dan word je wel jaloers. Ja, maar ik wil het liever met elkaar zijn. Eigenlijk als je iemand ruimte geeft, dan ben je er wel alvast aan. Voor bij de grote school. Ik hou van sport. Maar ik hou van tv kijken. Maar we vinden het heel leuk om samen te racen. Ik haat groenten. Ik lust zelfs spruiten. Maar we lusten allebei patat. Het allerergste wat ik denk dat er zou kunnen gebeuren is dat we zo'n erge ruzie krijgen dat het niet meer goed komt. Maar dat betwijfel ik.
Maar ja, zij gaat natuurlijk naar een andere school en ik krijg ze zeker wel een andere vriendin. Maar ja. En jij ook. Ja. Ik kan me nu nog niks bij voorstellen dat we nu al uit elkaar gaan. En daar wil ik ook niet aan denken. Ik hoop wel volgend jaar dat we elkaar altijd blijven zien. En dat we ook in contact blijven. Want ik kan, anders dan mis ik je heel erg. Later, als we alle twee naar een andere school gaan, blijf ik toch contact met jou houden, hoe dan ook. En ik geloof zeker dat onze vriendschap heel, heel, heel lang zal blijven bestaan. En dat niemand tussen ons komt. Krijgen. Dat hebben we nog nooit echt gehad. We hebben wel eens ruzie, maar dan is het binnen 30 seconden alweer meteen opgelost. Het gaat echt over iets heel erg onnulligs. Hoi, ik ben Mark, ik ben 11 jaar en mijn beste vriend is Jeroen. Hallo, ik ben Jeroen. Ik ben 11 jaar en mijn beste vriend is Mark. En we zijn al 4 jaar de beste vrienden. Maar we hebben een probleem. Volgend jaar gaan we allebei naar een andere school. Dan zullen we elkaar een stuk minder zien. Als dit rondje Alkmaar is, dan ligt mijn middelbare school hier, in het centrum. Mijn middelbare school ligt hier, aan de rand van de stad. Super ver fietsen dus. En dit doen we elke dag. Dit is het schoolplein. En hier komen we elkaar elke dag tegen. Dit is onze favoriete hangplek. Hier kletsen we meestal gewoon wat. En hier vervelen we ons vaak. Dit doen we heel soms. Maar dan wel om zijn beurt natuurlijk. En dit is ons lokaal. We zitten niet naast elkaar, maar we hebben wel altijd heel veel lol. En dit is mijn huis. En dit is mijn kamer. En hier spelen we het meest. En hier woon ik. En dit is mijn kamer. Hier spelen we soms ook. Mijn eerste indruk van Jeroen. Nou, ik zag al eerst gewoon als een hele doodgewone jongen. We wilden een keertje wel afspreken om te kijken of we vrienden zouden kunnen worden. En toen werden we dus hele goede vrienden, hè, Jeroen? Ja, nogal ja. Ja, nogal. We vonden allebei voetbal wel leuk, dus. En toen gingen we een keertje voetballen en toen gingen we weer een keer bij hem spelen en zo ging het maar verder en zo. Dus zo ging het zo'n beetje. Het duurde niet lang, gewoon ja. Het duurde maar een paar weken of zo voordat we elkaar echt, voordat we echt heel goede vrienden werden. Ja. Maar als we bijvoorbeeld tussen de middag gaan afspreken, dan gaan we gewoon doen wat ons leuk lijkt om dat moment te doen. Dan hoef je geen 5 minuten over te piekeren. We doen gewoon wat in ons opkomt, zeg maar. En wat we mogen doen natuurlijk. Ja. Voor onze ouders. Ja. We hoeven niet stoer voor elkaar te doen, omdat we gewoon weten hoe we zijn eigenlijk. Ik kan gewoon mezelf zijn bij Mark en Mark kan gewoon zichzelf zijn bij mij. Hallo, met Jeroen. Hey, met Mark. Hoe gaat het? We zien elkaar altijd, elke schooldag. In de pauze dan praten we dus wel bij elkaar. Als we een voetbalveld hebben, dan voetballen we gewoon tegen elkaar of met elkaar. We bellen wel eens om af te spreken en zo. Ja, we spelen liever samen dan dat we elkaar bellen. Want dan zien we elkaar ook echt en zo. Het is gewoon veel gezelliger. Hoi Mark, dit is een boodschap voor jou. Ik vind het heel leuk dat je mijn beste vriend bent, omdat ik met je kan lachen en we vinden ook dezelfde dingen leuk en zo. En soms zeggen we alle dingen precies tegelijk, dus alsof we elkaar aanvoelen, zeg maar. Ik heb dat niet met andere kinderen eigenlijk, dus dat maakt jou wel een beetje speciaal. Hey Jeroen, ik wou even vertellen hoe blij ik ben met jou als vriend. Als ik bij jou ben, dan voel ik me ook gewoon op mijn gemak, weet je wel. Dan hoef ik me ook zoals ik. Ja, dan hoef ik me niet anders te gedragen. Ik ben gewoon Mark als ik bij jou ben.
En ja, als je er niet meer zou zijn, weet je wel, bijvoorbeeld, ik zou je echt nooit meer zien, dan zou ik me ja, minder Mark voelen. D10, dat is meer vriendenvoetbal. Maar we vinden het superleuk om samen te voetballen. Ik ben de oudste thuis en dat is mijn kleine broertje. Hoi. Ik ben de jongste thuis en dit is mijn grote broer. Hoi. Maar we vinden het allebei leuk om onze broer te clearen. Hoi hoor. We hebben een flauwe, rare... Ja. Heel erg flauwe humor. Ja, precies dezelfde lijkt het wel. Ja, het is gewoon meestal heel spontaan, dan zien we iets. En dan maken we daar een grapje over. Ja, het is niet zoiets dat je eigenlijk echt kan inplannen of zo. Eigenlijk hebben we dat alleen met elkaar, ja. Volgens mij. Soms ben ik een beetje wel een druk, gestoord, gek, te fantasierijk in mijn hoofd een beetje bezig. Nou, dat valt wel mee hoor, vind ik. Ik ben helemaal niet zo druk. Ja, soms ben ik wel een beetje te druk. Wel. Dan ben ik een beetje liever. Ja. De Jeroen die heeft dat meestal nooit zo erg. Nee. Die is een beetje rustig. Nou ja, als ik uit het voetballen ben, dan ben ik meestal wel heel druk. Heel erg fanatiek is hij wel. Ja. De een is druk, de ander rustig. Dat zou elkaar op kunnen heffen. Dat weet ik niet echt. Ik weet niet echt wat de reden is. De echte reden is tussen onze vriendschap. Maar ja, we zijn gewoon beste vrienden, vind ik. Ja, ik snap het. Ik eet graag een broodje, salami en hageltjes. Ik eet veel liever een boterham met kaas. Maar spaghetti vinden we allebei het lekkerste van de wereld. Ik hou van strips tekenen. Maar ik heb niet echt tekentalent. Maar we vinden het allebei super vet om stripboeken te lezen. Ik hoop wel dat we vrienden blijven volgend jaar, want ja, anders... Ik heb nooit zo'n goede vriend gehad. Als ik je nooit meer zou zien, zou ik wel heel verdrietig zijn. Ik hoop dat we gewoon in vakanties of vrije dagen gewoon even kunnen bellen en even afspreken of even e-mailen of zo. Dan kunnen we altijd nog even lol maken met z'n tweeën. En dan kunnen we vertellen hoe het op de andere school is. Als we heel veel huiswerk hebben, dan kunnen we een soort van schemaatje maken misschien. Zo van, hey, zullen we afspreken wanneer ga jij huiswerk maken, wanneer niet. Dan kunnen we afspreken. Dan kunnen we elkaar ook nog helpen en dan zijn we alsnog bij elkaar. Dus. Jammer genoeg kan je niet de toekomst voorspellen. Zorg dat het zo altijd goed gaat. Ja, maar het gaat natuurlijk gaat het wel goed. Dat zijn beste matties voor even. Ja. Oh, mag ik nog wel een keer zeggen? Ruzie op het begin. Door iets met een dagboek, ik weet niet precies. Er was iets aan de hand, maar nu zijn we ouder geworden en we snappen wel dat we geen ruzie moeten maken om niks. Hallo, ik ben Sanaam, ik ben 12 jaar en mijn beste vriendin is Suen. Hallo, ik ben Suen, ik ben 11 jaar en mijn beste vriendin is Sanaam. We kennen elkaar al 3 jaar lang en we zijn elke dag samen. Dit is onze school en wij zitten bij elkaar in de klas. Maar we hebben een probleem. We gaan volgend jaar allebei naar een andere middelbare school omdat we hele andere adviezen hebben. Dan gaan we elkaar een stuk minder vaak zien. We vinden er niks aan. Mijn nieuwe school zit hier. En mijn nieuwe school zit hier. Dat is super ver fietsen. Maar het wordt misschien nog erger. Ik ga misschien naar Suriname verhuizen. Hier ligt Nederland. En hier ligt Suriname.
En in de vliegtuig duurt dat 8 uur vliegen. En dit doen we elke dag. Dit is ons schoolplein en hier komen we elkaar elke dag tegen. En dit is ons lokaal. Ik zit hier en zij zit naast me. Meestal voetballen we hier. Na schooltijd. Hier spelen we nooit. Dit is voor de kleintjes. Hier zitten we vaak in de pauze. Te kletsen, we spelen niet meer echt op het schoolplein. Daar zijn we te oud voor. Dit is het winkelcentrum. Hier komen we na schooltijd vaak heen. Dit is ons lievelingswinkel. Hier, voor jou. Super. Hier woon ik. Dit is mijn kamer. Hier zitten we heel soms. En dit is mijn huis. Dit is mijn kamer. En hier spelen we zo. In groep 3 hebben we elkaar voor het eerst gezien. Maar in groep 5 waren we vriendinnen geworden. Eerst hadden we van elkaar een slechte indruk. Ik vond haar soms een beetje kinderachtig. En zo van, hier ben ik en ja. Ze heeft het wel goed gezien, want ik was wel kinderachtig. Alleen hoe ik haar had veroordeeld, was niet zo. Ik vond haar gewoon echt arrogant. Door de roddels van anderen dachten we ook van, ze is gewoon niet aardig en niet lief. Maar in groep 5 waren we met een vriendin aan het spelen en die vriendin ging weg. En toen bleven wij gewoon samen over. Eerst die pijnlijke stilte en toen gingen we zeg maar steeds meer praten met elkaar. Ja, spelen. Gewoon leuke activiteiten samen doen. Zo begon onze vriendschap te groeien. We hebben heel veel lol. We hebben heel veel lol. Hoi. Nee? Ik sms je wel, oké? We zijn altijd samen. Als we niet samen zijn, sms'en vaak of bellen. En we zijn elke dag wel aan het msn'en. Bellen en sms'en elkaar ook gewoon tussendoor of als een tv-programma begint. We sms'en elkaar soms midden in de nacht. Wanneer we niet kunnen slapen bijvoorbeeld. Ik zeg gewoon niet tegen mijn moeder. Hoi Snaam. Ik ben heel blij met jou als vriendin. Ik kan alles tegen je zeggen. En je staat overal voor open. Ik ben heel blij met jou als vriendin. Hoi Sien, dit is een boodschap voor jou, omdat je mijn beste vriendin bent. Ik voel me heel erg thuis bij jou, want je accepteert me hoe ik ben. En je staat gewoon altijd voor me klaar. Onze vriendin in de klas, anders snap ik het niet. En ik kom makkelijk naar de HAVO. Maar we zijn allebei heel goed in giechelen tijdens de les. Ik eet heel graag tosti. En ik lust geen varkensvlees. Maar we vinden allebei een eitje heel erg lekker. In de kleedkamer kwam Suren met het schokkende nieuws van ja, ik ga naar Suriname verhuizen. En dat gaf me best zo'n kick van ja, waarom? Zij dacht eerst dat het grap was, maar ik meende het gewoon. Toen ik aan haar gezicht zag dat ze het meende, gaf het me een reling van ik wil niet dat ze weggaat en dan ga ik haar heel erg missen. Alleen dat is over 2 jaar, dus ik hoop dat we in 2 jaar heel veel plezier gaan maken. We gaan eerst in juli op vakantie en dan gaan we kijken of we het wat vinden en dan ja, gaan we beslissen. Als de vakantie niet echt leuk is, dan denk ik niet dat het doorgaat. We hadden een plan bedacht dat ze de vakantie er al moet maken, maar hoe we dat doen, weet ik nog niet. Dan kunnen we misschien samen blijven, ja, dat hoop ik.
ik wil zijn naam er wel graag mee naartoe nemen. Oh, dat is wel leuk. Ik heb al best een grote kledingmaat. En ik heb een minimaatje. En toch vinden wij allebei dezelfde dingen leuk. Ik zit in volleybal. En ik ben ook een meisje. Maar we vinden het superleuk om samen te voetballen. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren is dat we toch geen contact meer hebben. Het is gewoon heel lastig, want we hebben volgens mij 5 uur tijdverschil en dan moeten we heel goed uitzoeken. Ik denk wel dat, dat we op het begin heel erg veel contact hebben, maar daarna gaat het wel wat minder worden, denk ik. Omdat we het steeds drukker hebben met school. En ja, iedereen maakt wel weer nieuwe vrienden op school. Ik zou het heel jammer vinden om zonder jou te zijn, want je bent heel lief en aardig. En als ik alleen ben, mis ik dat soms. Ik hoop dat je altijd aan mij terug zult denken als je beste vriendin. Ik zou me heel erg rot vinden wanneer jij weg zou zijn. Als ik later bejaard ben, dan onthoud ik je achternaam, je naam en wat dan ook. Ik zoek alles door en probeer jou te vinden.